Ik wilde eerlijk gezegd een foto laten zien. Je ziet een kind. Je ziet haar misschien lichte argwaan. Maar je ziet ook hoop. En als ik naar die foto kijk, dan voel ik ook hoop. Hoop op vooruitgang. En ik weet ook dat de vooruitgang van dit meisje, die leeft op de vuilnisbelt, uiteindelijk ook de vooruitgang van ons allemaal betekent. En als ik zo'n foto zie, dan voel ik het vuur van de sociaaldemocratie in mij branden. Dan weet ik dat ik altijd PvdA zal zijn en zal blijven. En we kunnen ook een andere foto laten zien. Dan denk je, ja, dat is in Nederland. Wat is daar nog de betekenis van de sociaaldemocratie? We hebben hier geen mensen op de vuilnisbelt. Te veel dak- en thuislozen naar mijn persoonlijke zin. Redelijk onuitstaanbaar vind ik dat in ons land. Maar dit is een jonge jongen. Wij profiteren daar, denk ik, met z'n allen van. We genieten er ook van dat we niet meer door weer en wind, zeker op dagen zoals deze, zelf ons eten moeten halen. Het wordt bezorgd. Keurig, afgeleverd, warm en wel. Prachtig, dat vind ik ook vooruitgang. Maar de keerzijde moeten we ook blijven zien. En de keerzijde is dat honderdduizenden mensen gewoon gevangen worden in flexibele arbeid zonder kans om uiteindelijk vastigheid te krijgen. Om zekerheid te creëren voor zichzelf en daarvan uit een bestaan op te bouwen. Dat is een oeropgave van de sociaaldemocratie. En ook als ik deze foto dus zie, en ik ken de werkelijkheid erachter, ook dan voel ik het vuur van die sociaaldemocratie nog steeds in mij branden. En wat ik zo goed vind hiervan, is dat deze jongens, een nieuwe generatie, bij elkaar de Riders Union heeft opgericht. Zij maken een collectief omdat ze weten dat alleen maar als ze zich organiseren, dat ze dan sterker staan ten opzichte van de opdrachtgever. En zij staan daar niet alleen, maar wij staan daar naast hen. Voorop met Gijs en Lieke, die daarbij voorop lopen. Beste partijgenoten, er is in mijn ogen nog zoveel werk te doen. Kijk ook naar PO in actie. Mijn nichtje was erbij. Daar was ik natuurlijk hartstikke trots op. Maar wij ook als Partij van de Arbeid waren erbij. En Kirsten vanuit de Kamer, die stond daarnaast. En die blijft dat steunen. En ook is er nog veel werk te doen als ik denk aan al die journalisten hier. Die zijn er best veel. En ik denk aan de betekenis die jullie eigenlijk hebben als journalisten voor de democratie. Ik heb daar nog nooit iets over gezegd, over journalisten. Sommige vond ik ingewikkeld. Andere ronduit vervelend. Maar ik heb nooit de betekenis onderschat van de journalistiek voor een democratie. Juist kritische journalistiek. Alleen ik zie dat vak kapot wordt gemaakt. Als je 13 cent per woord verdient bij de persgroep, dan kan je daar niet meer van wonen in een stad als Amsterdam die we net toezongen, of een stad als Utrecht. Ik bedoel, dat moet ons te raden geven. En ik zou zo graag willen dat ook de journalisten opstaan en net zoals de architecten een CAO gaan sluiten met een afgesproken minimumtarief. En ik zou willen dat de journalisten een voorbeeld nemen aan een aantal journalisten die nu een verandering hebben ingezet. Eén daarvan is notabene Marianne Zwageman uit een ondernemersfamilie. Die rijdt nu rond met een Range Rover en op de achterkant is een grote vakbondsticker. Of een andere, Hella Huuk, die zegt: ZZP'ers alle landen, verenigt u. En ze is ook lid geworden van de vakbond voor journalisten. En ze zegt erbij, wat ik een prachtige zin vind, als eenling doorbreek je patroon niet. Dat moeten we samen doen. En ik hoop dat ook vandaag de journalisten die hier zitten, dat die gewoon lid worden van een vakbond en zich verenigen en opstaan. Omdat jullie anders, vind ik, de democratie geen dienst bewijzen en jezelf te klein maken. Beste partijgenoten, ik heb het graag gedaan.
Ik stond hier 5,5 jaar geleden en ik vond het echt een ontzettend grote eer dat ik namens jullie partijvoorzitter van de Partij van de Arbeid mocht zijn. We begonnen prachtig, nou eerst beroerd. Zo gaat het ook in onze partij, het gaat soms heel snel. Want Job nam afscheid, dat vond ik moeilijk. En daarna kwamen de verkiezingen en hadden we een prachtige uitslag. Ook met elkaar gedaan. En die uitslag was allemaal in een feeststemming, maar zorgde er ook voor dat we daarna uiteindelijk onze verantwoordelijkheid hebben genomen in een moeilijke tijd. Soms ook met moeilijke keuzes. Ik heb er wat over gezegd in de Volkskrant. Dingen, keuzes waarvan ik ook durf te zeggen voor mezelf. En dat reken ik niemand anders aan dan mezelf. Had je die keuzes nou moeten maken? Hadden we die misschien met elkaar moeten maken? De versnelde verhoging van de pensioengerechte leeftijd is pijnlijk geweest. En nog notabene zijn gedaan met een goed hart. Jullie aller hart. Mijn hart. Maar als ik heel eerlijk ben, zou dat een keuze zijn die ik eigenlijk niet zo graag opnieuw zou willen maken. Maar we hebben ook heel veel goede dingen gedaan. Ik bedoel, ik zag vandaag een woord in de krant waar niet iedereen en iedere partijgenoot trots op was. Feesten nivelleren. Maar ik ben nog steeds wel blij dat in de kabinetsperiode, waar onze ministers hebben gezeten, dat ik er meer op achteruit ben gegaan dan heel veel mensen met een kleine portemonnee. En ik zou willen dat dat zo blijft in dit land. Ik ben blij, beste mensen, dat wij met elkaar als congres en als leden van waarde hebben vastgesteld. De bakens verzetten, omdat ik echt de overtuiging heb dat wij een ideologische partij moeten zijn en moeten blijven. Dat moeten we altijd zijn. Ik ben blij met het ombudswerk. 183 ombudsteams, veel van de mensen zitten ook hier. Maar dat is cruciaal dat wij ons iedere keer verhouden tot wat er in de praktijk eigenlijk terechtkomt van al die maatregelen die we verzinnen met elkaar. Ik ben blij met de ledendemocratie. Ik ben uiteindelijk ook blij dat het partijbureau niet meer zit in dat statige grachtenpand. Ook sommigen daar hadden van jullie misschien daar wel kritiek op, maar echt waar, als we dat nu nog hadden, hadden we alleen maar een pand. En geen medewerkers meer. Het was best duur. Ik ben ook blij dat we uiteindelijk met Stroom zijn begonnen. Die uiteindelijk kleine maatschappelijke bewegingen probeert groot te maken. Ook dat gaat goed. Maar het is geëindigd in een verlies. En voor dat verlies heb ik vol overtuiging gezegd, het is mooi. Ik stop. Nieuwe mensen, Nelleke, die gaan het doen. En ik heb daar alle vertrouwen in. Nelleke, ontzettend gefeliciteerd. Want het vertrouwen moet in ons hersteld worden. En ik weet zeker dat het met Nelleke erbij hersteld zal worden. Nelleke, zet hem op. En ik word gewoon een noeste vrijwilliger zoals velen van jullie. Ik wil ook nog een aantal mensen bedanken. Allereerst, ik heb natuurlijk Nelleke gefeliciteerd. Maar ik vind het ook heel stoer dat er gewoon een aantal mensen waren die hun nek uitstaken voor deze voorzittersverkiezing. En dat hebben Astrid en Gerard ook gedaan. Dus ook graag een applaus voor Astrid en Gerard. Ik dank de collega-bestuursleden. Ik zie Maya voor me zitten. Maya, je was mijn maat. En ik vond het echt buitengewoon prettig om met jou samen te werken. En dat geldt natuurlijk ook voor alle andere collega's. Met Maya had ik wel een buitengewoon warme band. Maya, echt heel veel dank. Ik dank de medewerkers van nu, maar ook van eerder. Hè? Want een van de redenen dat ik het zo pijnlijk vond, dat verlies, was niet zozeer van mezelf, maar ook omdat ik wist wie er allemaal uit moesten bij de Tweede Kamerfractie, maar ook in Amsterdam, nu in Den Haag ook trouwens. Dat vindt niet iedereen leuk. Maar we zitten er wel. En ik wil dus een paar mensen er nog speciaal uitlichten. Ik zie ze erachter staan, Marieke en Geert. Voor dik en dun hebben jullie altijd achter me gestaan. Dank jullie wel. En ik dank mijn familie. Dat vind ik toch het moeilijkst. Godverdomme. Ik zie mijn nichtje. En ik zie dus mijn zus. Winnie, Anneke was echt heel trots op jou geweest. Voor wat jij doet in het onderwijs, in de klas. Je hebt je
medeleerkrachten weten te motiveren om mee te gaan naar Malieveld te gaan demonstreren. Hoe heet dat park in Den Haag? Maar jij wist het. Het is maar goed dat het niet van mij afhing. Hey, je hebt het gedaan. Hey, je bent hier en daar ben ik heel blij mee. Dankjewel, Winnie. Beste partijgenoot, tot slot. Ik word heel blij met het nieuwe geloof in het collectief dat de kop opsteekt. Of dat dan is bij die twee journalisten die ik noemde, of dat is bij PO en Actie, of dat is bij de Riders Union, of, dat woord moet ik dan toch zo gebruiken, zo noemen ze het zelf, fuck the flex. Zo noemen ze het zelf, hè. Dat zijn huurders die tegen dat flex wonen zijn, dus die willen gewoon ook echt vastigheid creëren in hun huis. Je ziet allerlei dat soort bewegingen opkomen. Een hele generatie staat erop die zich niet neerlegt bij die status quo. En ik ben ervan overtuigd dat wij met hen gaan opstaan. En we moeten opstaan om de vooruitgang van het meisje met de vuilnisbelt, om de vooruitgang van de fietscourier, om de vooruitgang van alle journalisten, zelfs die van de Telegraaf, zeg ik er dan toch nog maar een keer bij. Omdat hun vooruitgang onze vooruitgang is. Beste partijgenoten, hou vol, hou vast, geef niet op en wees zuinig op elkaar. Dank jullie wel.